De derde artiest is Jan Blazer en zijn act bij dit penalty schieten zal echt uniek worden. Ik hou dan ook verder even mijn mond. Jan, je been kijk. Kan je ze? Anton. 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 Kan je ze even recht zetten? Anton, zijn er problemen met de heer Blazer? Nou, in zoverre. Ik had het idee dat hij iets geheimzinnigs aan die schoenen had. Omdat iedereen doet het op voetbalschoenen. En hij vindt dat niet nodig, maar hij schijnt natuurlijk een natuurtalent te zijn. Heeft een beetje moeilijkheden met zijn voeten. Anton, je hebt ze verbogen. Ja, maar dat is juist de positie om te schieten zo. Ja, maar nou denken de mensen dat ik Kik Stokhuizen ben. Dus dat... Wat bedoel je, wat zeg je nou? Kik Stokhuizen? Jan, wat zei je? Kik Stokhuizen? Stokhuizen. Oh, Stokhuizen. Wel zo, hè? Jij ook zo, hè? Ja, ja. Uit zijn concentratie halen, Jan. Ja, ik heb alle tijd. Waar wil je hem hebben? Blijf jij daar gewoon staan? Altijd klopt door. Ik doe het zonder aanloop, anders word ik moe. Blijf een Japanner. Jan, concentreren. Concentreren, ja. Jan, concentreer jij maar. Hallo.